Hoi, ik ben Donna Luitjes. Ik studeer tweede graads biologiedocent aan de HVA. Hoi allemaal, mijn naam is Kamsen. Ik ben tweedejaars pedagogiek student aan de HVA. Hey, goedemiddag. Samen Mulders hier, tweedejaars ouderstudent. Hoi, mijn naam is Liz. Ik zit in het laatste jaar van de leraaropleiding horeca en voeding. Mij is gevraagd om jullie tips te gaan geven voor wanneer jullie gaan beginnen aan het eerste studiejaar. De eerste tip die ik jullie mee kan geven, maak een studiegroepje. Ik heb zelf gemerkt dat ik heel veel beter leer wanneer ik in discussie ga met anderen over de stof die we moeten leren. Dan wanneer ik in mijn eentje ga stampen of wanneer ik helemaal niet leer, maar lijkt me duidelijk. Als ik weer een kans kreeg om mijn eerstejaarsstudent te worden, zou ik mijn planning heel goed regelen. Planning is alles op de HVA. Planning is heel belangrijk. Doe niks last minute. Dat heb ik gedaan en het ging niet zo goed. En eigenlijk het grootste wat ik heb geleerd in mijn afgelopen paar jaar studeren, is hoe fijn ik het vind om met andere mensen dat samen te doen. Nu kan het over Teams, nu kan het over FaceTime, of als je bij elkaar in de buurt woont, kom je bij elkaar. En mijn grootste tip is eigenlijk, blijf dat doen. Kom met je studiegenoten samen. Jullie delen tenslotte allemaal de studieervaring. En het is hartstikke gezellig, hartstikke leuk en je leert er het meeste van. Creëer een goede band met de docenten die je krijgt. En dat zal je uiteindelijk misschien wel zijn voordelen kunnen hebben. Zelf, ik heb een aantal keren, twee keer, een verkeerde deadline ingeleverd. En de docenten zeiden van, Samuel, je hebt het verkeerde bestand geüpload. Je krijgt een tweede kans zonder de derde kans te gebruiken. Stuur hem maar op via de mail en we nemen gewoon mee. Als ik opnieuw zou kunnen starten aan het HBO met de kennis die ik nu heb, wat zou ik anders doen? Nou, ik zou zeker vaardigheden willen aanleren die mij op weg zouden helpen om in een korte tijd grootschalige boeken te kunnen bestuderen. Want ik wist niet zo goed hoe ik dat moest aanpakken. En ik dacht echt van, moet ik nou echt letterlijk alles lezen? Of hoe moet ik dan leren voor een tentamen? Althans voor een toets dan? Dat zou ik echt heel graag anders willen aanpakken als ik opnieuw was gestart. Dat zijn mijn tips voor jullie. Mocht er vragen zijn, stel ze gerust. En als je hulp nodig hebt, wij allemaal zijn er om je te helpen. Docenten en decanen. Ik wens jullie veel succes. Go for it. En ik zie jullie volgend jaar gewoon. Tot dan!